Neris van Ten Bekking is in de studio, dames en heren. Hallo. Hallo. Hoe gaat het met je? Ik voel me behoorlijk mannelijk eigenlijk. Ja, je moet wel even in de microfoon praten. Dat is heel goed. Ik voel me best mannelijk eigenlijk. Ik heb een baard en een stropdas, een politiehoed. Mijn haar is wat korter en ik heb een honkbalknuffel gekregen. Ja. Dus ja, ik voel me behoorlijk mannelijk. Maar ik moet je zeggen dat ik denk dat het makkelijker is om op deze kermis, op Roze Maandag, een vrouw te worden dan een man. Ja, want even voor de duidelijkheid. Jij was als verslaggever, heb je al pad gestuurd en jij kon geen drag queens vinden. En toen zei ik, nou, waarom moet je zelf toch geen drag king? Ja. Dus nu heet jij geen Ries, maar jij heet nu Nick. Ja, zeker. Ik ben Nick. Voel je ook een Nick? Ja, ik denk dat ik me misschien wel wat meer Nick nog zou voelen als mijn baard wat vaster zat. Ja. Maar verder, ja, prima. Oké, okay, en voor de duidelijkheid, als je een man bent, ja. En dan kan je andere dingen als een vrouw. Is er iets waar je zegt van, nou, als ik echt een man was geweest, had ik dit meteen gedaan? Ja, ik zou dan gaan wildplassen natuurlijk. Wildplassen? Ja. Maar dat kan toch ook als je man bent, als je vrouw bent? Ja, maar het is wel leuker als je man bent, lijkt me. Er staan hier wel een paar van die plaskruizen in de buurt. Ja, dat is erg moeilijk als vrouw. Wil je dat proberen op camera voor ons? Het is best leuke tv, denk ik. Nou, ik moet eigenlijk niet zo nodig plassen. Oh. En het is ook erg lastig, dat is wel. Is het lastig? Okay. Nog meer dingen die je mannelijk maken, behalve het feit dat je nu een honkbalknuppel in je handen hebt en een pieren baard? Ik heb een stropdas om. Okay. Die maakt me best wel mannelijk, vind ik. Ik voel me wat zakelijker daardoor, denk ik.